In aanloop naar de grootste transformatie van de ringweg ooit gaat Opduik TV op Ringweg Safari. Maar we willen natuurlijk wel geïnformeerd op reis. Dus we beginnen bij de Ringweg Informatiemiddag in Martini Plaza. En zo moet het worden, hè? Ja. 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 Vindt u het wat, plannen? Nee, ik vind het helemaal niks. Ja, natuurlijk. Ja. Dat wordt wel mooi. Er is wel een oplossing nodig, maar niet deze Frankenstein-constructie. Het is onze grootste ergernis al 8 jaar lang. We zijn 8 jaar hebben geprocedeerd en we hebben alles verloren. Maar dus door, maar welkom natuurlijk. In het belang van de stad, in het belang van de stad, hè? Absoluut niet. In de kelder van de Martinihal is een kegelhuis. En daar zijn een aantal mensen iedere week aan het kegelen. En vandaar dat ik even aan het kijken ben. Hoe kom ik vanaf de ringweg straks bij de Martinihal als er alles klaar moet zijn? Nee, maar dat is ook een safari, hè? Dus ik ga op avontuur. Dus ja, dan mag dat mag wel een beetje gevaarlijk zijn natuurlijk dan. Ja, juist, maar die risico's die neem je zelf, hè? Die risico's die neem je zelf. Maar dan moest ik even weer denken aan die jongen, een student. Ja, wat er gebeurd is. Maar hij is wel verdronken, hè? Is hij in het kanaal terechtgekomen? Maar dat heeft helemaal niks met de ring te maken, meneer. Nee, maar wel met de ring van het leven. Dat dan weer wel, ja. Dat vind ik. Wij zijn in ieder geval heel goed ontvangen hier. Fijn om te horen. Ja, maar het is nu tijd om naar buiten te gaan, want op weg naar de ringweg en we gaan het avontuur gaat beginnen. Oké, super. Nou, heel veel succes dan. Ga je met mij mee? Nee, helaas niet.